van Jeannette. Jeannette has arrived. Ik ben echt sad. Ik weet het echt niet meer. 33 graden. In een kas. Zitten wij nu in een kas. Het past echt zo mooi in je interieur. Good morning, good morning, good morning. Ik loop richting de badkamer, want dit moeten we nog even fixen. Dit is nog even een dingetje. Er is nog geen licht hier. Dat wordt nog gedaan. Dus vandaar dat ik eventjes dit schattige lampje gebruik. Ik had die eigenlijk voor mijn slaapkamer bedacht. Oké, dan. Let's go. Let's do this. Yes, yes, yes. We just woke up en we gaan de badkamer doen. That's fine. Dit, trouwens heel leuk, dit heeft mijn moeder zelf gemaakt. En we dachten dat het wel een leuk idee was om hem hier op te zetten. En ik heb hier allemaal Polaroid foto's. En dan als mensen dus komen in de badkamer maar voor de wc, dan zien ze die Polaroid foto's. Vond ik wel heel cute. Ja, dat ga ik eerst even doen, want het neemt best wel veel ruimte in beslag. Dit is even niet hier. Dit moet even weg. Vandaag, vanochtend, komt de tafel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. En ik ga nog zo'n laag kastje hier kopen voor onder de wasbak. Want voor mijn make-up en alles en voor mijn shampoo. Echt zo leuk. En dan vind ik. Was het? Perfect! Oh yo, it's made. It's made for this. Heel cute. So cute. Leuk. Ga even ophangen. Echt heel leuk. Meer op kunnen hangen. Ja, dat gaat zo zeggen. Echt zo lief. Deze zijn van de HEMA. Dus ik ga er nog een paar kopen dat ik meer Polaroids nog kan ophangen. So cute. I can't. Oh. Jawel, jawel. Dit is even tijdelijk. Gewoon eventjes hierin. Weet je? Ik weet het ook anders even. Ik heb daar niet over nagedacht. Nee. Dit vind ik wel leuk voor dit. Ja. Toch? Dat is wel cute, zo'n schel. Ja. Maar dat kan toch daar gewoon rechts? Ja. Als je... Ja, inderdaad. Ik vind het raar. Ja, maar ik kan het daar zetten. Logischer, ja. Maar boven de wc. Ja, waarom moet je wc? Dat maakt sens. Als je plast, kan je gelijk je gezicht. Kun je lekker dit eraf doen? Gezicht maar af doen. Ik had het ook hierin kunnen doen. Ik heb lijm gevonden in mijn make-up. En weer zo'n ding. Ja, dit is de zesde die ik vind. Zes. Niet eens. Zeven. Eentje kost 25 euro. Ja, ik had het gaan verkopen op straat. Ik doe hier wel mijn inname sieraden in, dat vind ik wel leuk. Ja. Hier alles qua maatverband, tampons en zo ingedaan. Dan heb ik in dit bakje sieraden gedaan. In dit bakje make-up. Best wel veel bakjes, maar ik ga er nog even over nadenken en even reorganiseren. Ik heb hier nog een bakje. Ik vind het beter hier in mijn make-up kunnen doen. Ik denk dat ik niet ken die veel bakjes heeft. Het is vreselijk. Het is gewoon vreselijk. Maar het is wel handig voor nu. Voor nu, ik ben best wel blij dat ik allemaal bakjes heb. Ja. Kijk hoe nice. Dit is perfect. Ja, dit is perfect. Ik zou je daar doen. Kan ik daar doen, hè? Of daar. Ja, of daar, ja. Op zich is het niet heel storend. Even een break. Wordt.
We're tired. Ja. Dit is nu de status. Tadaa. En ik heb hier even dat mandje op snel hier gedaan. Dus ik ga dan nog even een kastje zo doen. Maar het is zo cute. Ik heb hier een jade-roller gedaan. Dit. En dit. Die lamp gaat dus weg. Ik ga maar eens douchen. En dan hier zit dat dingetje. Ik moet echt even nadenken hoe ik dit ga doen. Dat weet ik echt nog niet. Dit is nu vuile was. Dus hier komt ook nog een wasmand. Maar ik denk dat ik die wasmand eigenlijk hier moet zetten. Het is een beetje vervelend dat hier een verwarming zit. En dan hier ga ik zo'n kastje denk ik wel doen. We zijn bezig met de lamp. En wij zijn eventjes dit aan het inruimen en uitruimen. Weet iemand trouwens hoe ik dit schoon krijg? Ik heb dit letterlijk 20 keer al schoon geprobeerd te maken. En it's making me insane. Gewoon insane. Ik heb echt alles geprobeerd. Bleek, baking soda met afwasmiddel, azijn. Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik snap er niks van. Het is vreselijk. Dus help. Help. Ik weet ook niet precies wat het is. Ik denk dat het gewoon van de bouw is of zo. Maar het gaat gewoon echt niet af. En het lijkt net of het zeg maar vies is. Gewoon alsof het gewoon niet schoongemaakt is. En echt niet fijn. Het loopt daar ook gewoon door, zeg maar. Heeft iemand een oplossing? Please. I hope so. Oh, hoe heeft deze mand getild? 26 kilo, hè? Wat de hel? We zijn echt te curious. Yes! We hoeven niks in elkaar te zetten. I'm nervous. Jas en ik hadden afgesproken dit niet te doen. En toch gaan we het doen. Als ik nou zo doe. Dit is tafel Jeannette. Jeannette has arrived. Look at her. Ik ben zo benieuwd. Mag ik even zeggen dat we een uur gisteren bezig zijn geweest om dat karton te snijden van die tafel van die wand. Niet normaal. Dat is misschien het kussen. Ja. Oh, mooi hoor. Wauw. Echt cool. Oh, het is gaan draaien! Yay! Dat was wel een minder dan. Had je dan nog meer verwacht? Ja, ik vind hem wel een beetje donker. Had je licht verwacht? Ja, een beetje hetzelfde als het bureau. Kijk even wie er zijn. Mijn friendies. Ze gaan gelijk aan. Kijk uit. Oh. Lijkt met de tafel aan de slag. Oh, help. Deze man, die helpt gewoon niet eens. Hij was even groot als ons. Gewoon VT wonen. Oh, mooi. Maar dit is de onderkant, helemaal de bovenkant nog wel eens. Ja. Oh ja. Mooi. Oh, dat vind ik mooi. Ja, dit is mooi. Oh ja, ik zou het gewoon zo willen. Nee, wacht, is het niet. Jij nog een beetje dichter dan mij? Ah, hij is al groot, hè? Oh, hij is zo easy. Hij is echt groot, hè? Ja. Ik zit wel in het huis. Oh, ik ben er paniek. Zo. Oké, moeten we even... Ik denk dat ik zo'n pistool moet verven. Zo? Hè? Ik denk dat ik zo'n pistool moet verven, ja. Ik dacht beige, maar dat is dan een andere kleur, ja. Misschien wel weer oranje. Hier. Maar afzicht, dit is ook weer oranje meer. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Maar dit is wel cool samen zo. Ja, die is fijn. Ik ben trouwens echt zo blij met mijn nieuwe tafel. Ik heb hem via Fonk gekocht. En volgens mij was die van VT Wonen. Maar je hebt hem ook bij Cave Home. En ik had dus een iets lichtere kleur verwacht. Maar eigenlijk vind ik het wel heel erg mooi zo donker. Pakketje. Deze is van Coolblue. En ik heb een router besteld. Geen idee hoe het werkt. Het zal vast makkelijk zijn. Geen idee. Ik heb deze besteld. En zei dat deze heel erg snel was. Nou, ik vind het helemaal mooi. Want het is wel heel erg fijn voor het uploaden van video's. Ik heb ook het meditatiekussen en de mooie zoutlamp van Jasna heb ik verplaatst. Ik heb het nu eventjes hier gezet. Want ik dacht het is wel heel erg leuk om een meditatiehoekje te maken. Dus hier zit dus de zoutlamp. En dan hier het meditatiekussen. Ik ga nog eventjes een nieuwe hoes kopen. Of misschien kan ik deze wel wassen. Ik kan hem wassen. Dus dat ga ik nog even doen. En dan heb ik hier dit neergezet. Met edelsteentjes en lekkere kaars. Zodat het echt een beetje zo'n hoekje wordt. Ik ga de schilderij nog ophangen. Ik denk dat ik het hier ga ophangen.
dat het wel erg leuk is hier in die hoek. Ik moet nog een wit frame. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien, maar ik wil dus nog een wit frame hierin doen. En dan ga ik het hier denk ik ophangen. Ik denk dat het wel heel cool is. Oh ja, ik kan terugkijken. Oh, heeft toch zijn voordelen, hè? YouTube video's maken. Of echt hoog. Of wat lager. Nou, mijn internet doet het. Ik ben blij. Ik denk dat ik hem gewoon, dat ik hem rechtop zo ga zetten. Zo. En dan een plantenvorm, bijvoorbeeld een monstera plant. Ik denk dat het wel mooi is, want dit is toch echt niet mooi. Inmiddels heb ik me opgemaakt, omgekleed. Dit rokje is van de monkey. De dressoir is er net. Ik werd trouwens ook net gebeld dat Coolblue eraan komt, want ze leveren zo de wasmachine en de vriezer. Dus dat is wel erg fijn, die komt in de berging. Ja, het dressoir. Ik zal hem nog heel even laten zien voor de mensen die hem niet hadden gezien. Het dressoir is prachtig. Het enige wat ik niet zo mooi vind, is dat het niet echt matcht met de bank. En net kon ik echt wel huilen, omdat ik het vind dat zeg maar de bank verliest een beetje zijn kleur of zijn waarde of zo met het dressoir. Hij is echt, oh, hij is zo mooi. Er staat nu ook niks op. Er komt dit tv'tje op. En ja, hij is dus net geleverd. Ik moet hem nog helemaal schoonmaken. Ik probeer dit net eraf te halen. Dat ging niet. Ja, oké. Okay. Het is nu zo. En ik vind dus dat het te oranje allemaal is. Terwijl deze bank is eigenlijk een soort van cognackleur. Ik vind het gewoon echt niet mooi. En ik baal echt super erg. En misschien moet ik er ook gewoon aan wennen of zo. Maar als ik zo kijk, I love it. Ik heb echt even moeite. En kijk, nu, mijn airco staat daar trouwens. Nu staat er niks op. Er staan geen planten op. Er staan helemaal niks op. Dus misschien is dat het ook wel. Maar de kleurencombinatie bij elkaar, die ik gewoon, ja, echt minder vind. Ik ben echt zo verliefd op mijn huisje. En ik vind het dressoir echt prachtig. En ik vind de bank echt prachtig. Maar samen voel ik hem niet helemaal. Dus er zijn een paar opties die ik kan doen. Is sowieso planten kopen. Ik mis sowieso echt planten in huis. Dus ik zou misschien een andere salontafel of een andere stoel in de hoek kunnen doen. Ik zou hem kunnen bijten. Ik zou hem helemaal in een andere kleur kunnen verven. Ik dacht ook dat het dressoir misschien te groot zou zijn. Voor de ruimte. Maar ook, hij is echt gewoon perfect. Hij is letterlijk perfect. Voor deze ruimte. Het is echt een onwijs hoog plafond zoals jullie zien. Dus hij is echt perfect voor deze ruimte. Alleen, ja, ik weet het niet. Als ik zo kijk, denk ik, maar het kan wel. Maar ik ben nog niet helemaal hyped up, zeg maar. Dit maakt meubels uitkiezen zo ontzettend moeilijk. Want het is echt een prachtig geval. Ik ben gewoon verliefd. Alleen, ik heb het idee dat het too much is ofzo. Ik ga hem zo eerst helemaal schoonmaken, maar ik dacht er misschien aan, want ik heb een klapstoel gekocht, een donkerbruine voor de slaapkamer. En ik dacht, misschien kan ik die hier doen. Dus ik wil toch even proberen even om te kijken hoe dat dan weer staat. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, gewoon een plant hier, een grote plant. Maar ik vind het altijd wel leuk, een stoel, dat mensen nog maar hier kunnen zitten. En deze stoel is echt prachtig. Like, gorgeous. Maar deze voel ik ook niet helemaal. Het is misschien iets rustiger. Nou, de mensen van Coolblue zijn geweest. En hier staat nu een vriezer. Ik dacht dat hij dus een stukje kleiner was. Maar hij is langer dan ik. Maar echt vet veel vriesruimte. Echt heel chill. Gewoon echt heel chill. Dus die staat hier nu en je mag hem pas over 4 uur erin doen. En mijn washing machine. Yeah. Echt heel fijn. Echt top. Heel blij mee. Eindelijk mijn eigen wasmachine. In mijn oude huis deelde ik altijd mijn wasmachine met anderen. Dat is namelijk zo'n washok. Dus ik ben echt super blij. En hij draait dus nu zo'n testrit. Test rondje dingetje. Even hier zetten. Nee. Nou, helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik ben echt sad. Ik weet het niet. Ik denk dat het komt.
omdat de boom was eerst de eyecatcher. En die maakt gewoon heel die kleur, zeg maar. En nu komt deze met een warmere kleur, waardoor die boom een soort van flats wordt. Ik ga hem wel gewoon nu maar gewoon schoonmaken en even die dit eraf. Ik word er zelf zeg maar, best wel onrustig van als ik nu zo van in zijn geheel kijk. Zeg maar, voordat het dressoir was, vond ik deze plek zo zen. En dat is iets wat ik natuurlijk wil in mijn huis. En nu word ik best wel onrustig van die felle kleuren, zeg maar. Ik had eigenlijk een dressoir moeten hebben in de kleur van het bureau. Ik weet het even niet meer. I don't know. Ik weet het echt even niet meer. Ik ga hem gewoon schoonmaken en gewoon mijn boeken en zo erin doen. Want dan ben ik tenminste die tassen kwijt. Laat hem gewoon eventjes zo. En ik heb dus niks qua planten, maar ik heb wel een basilicumplantje. Ik wil wel even voor de feel, voor de look and feel. Als hier maar zo'n hangplant op zit of zo. Een beetje groen in de building. Ik heb hier allemaal dingen van de opleiding, notities en zo en papieren. Hier zit nu alles van de opleiding. Even al mijn boekjes. En Zico is er ook. Say hi. Wacht, mijn schoenen. Oh, je hebt je schoenen niet aan. Nee. Stond die in je badkamer? Ja, maar past er niet, zoals je kan zien. Hier? Nee, hij past niet in de badkamer. Oh. Dus ik dacht, mooie schoenen heb je. Ik vind hem mooi. Ja. Leuk toch zo? Ik wil heel zeggen dat hij hier niet past. Nee, wel perfect. Perfect. Ja. Huts. Zal je ons aankomen? Nee, want ik kan niet bij. Kijk. Kijk. Nee, ik zie niks. Dus. Nou. Weet je? Nee. Dit is ook echt super leuk. Ik heb geen saus aan. Alles is leuk, leuk hier. Leuk. Ja. We kwamen hier net aan bij het thuiscentrum De Molen. Het zag super leuk uit. En toen zagen we dus dat het dicht was. Dus, we gaan weer terug. Maar Zico heeft iets nieuws gevonden. Toch, Ziek? De ranzijn, denk ik. Nee. De wat? De ranzijn is gewoon een tuincentrum. Maar oh. Wat heb je gevonden? Wat heb je gevonden? Gewoon zitten. Oh. Verrassing. Zico heeft ons meegenomen naar een... Wat, mega, wat zei hij nou? Mega tuincentrum store. Dus dan gaan we even kijken. We hopen dat het open is. Laat het daar, hè? Als het open is, ben ik blij. Nee, je ziet het al, mensen. Het is open. Is open? Ja, het is open. Oh, wat goed nieuws, mensen. Wat goed nieuws. Nou, dus we gaan nog lekker even kijken. Het is hier zo warm. Oh, wat wel. Ja, wie gaat er ook op 33 graden naar een tuincentrum? Wij. Ja. Ja, dat was ons plan, toch? Oh, deze is cute. Dit lijkt echt op die plant, ja. Nee, maar hij is wel heel leuk. Maar hij lijkt toch op degene die je zocht? Hij lijkt echt op, ik weet niet meer. We hadden in een video hadden we het erover. Over zo'n soort plant, maar... We kunnen even verder kijken als we nog zoiets zien. Oh, deze is zo mooi. Maar misschien hebben ze hier wel die ene plant die ik zoek. Ja, dat kan. Hoe heet die plant nou? Stree? Hier zo, daar staat hij. Waar? Ja! Oh mijn god, deze is ook heel mooi. Nee, het is die! Dit is een zebra. Het is die! Ja, daar is die. Maar hoeveel is die? Dat is de vraag. 70 euro. Ja, hetzelfde als IKEA. IKEA was 64. Maar ik denk dat het bij de planten gewoon veel goedkoper is. Maar ik denk dat hij dus niet is bij planten al. Nee, dat kan ook heel goed. Maar dat is dus een risicootje, hè? Oh, zo mooi. Oh, die monstera is ook heel mooi. Ja, ik wil deze dus in de hoek doen van mijn woning. Omdat het zeg maar heel hoog plafond is. Dus dan deze planten groeien zeg maar in de hoogte. Dus dat vind ik heel erg nice. Oh, deze is ook heel leuk zeg. En deze ook heel mooi. Ik wil nog een plantje voor zeg maar bij de wc. Want die hebben geen raam, ook geen daglicht. Dus dan moet ik wel echt voor een nep plantje gaan. Maar deze, die pannenkoek.
Heel eerlijk, als je zo kijkt. Nee, als je zo kijkt. Nee, ik vind deze er minder nep uitzien dan die. Echt? Nee. Ja, geen hè? Ja. Ja, maar ook geen daglicht. Bijvoorbeeld deze vind ik cute. Het lijkt op een Monstera, maar het is niet. Ja, ze gaat een Monstera. Die hebben wij ook. Oh, maar deze moet zeker licht hebben. Ja, deze hebben bij ons wel het licht. Monstera Minima. Half. Ja, half. Ik vind deze zo cute. Look at this. Green is relaxing. Wij gaan met 33 graden. In een kas. Zitten wij nu in een kas. Deze apart. Ja, wij zijn echt die plantpersons, hè. Whispers. Ja, die plant whispers zijn wij. Ja, maar echt. Ik vind die nog steeds echt super cute. Plak zo'n Theza. Oh ja? Als voor, dan kan ik zo'n haakje die op het plafond kan doen. En dan kan ik een handplant doen. Hoeveel kilo draagt hij dan? 3 kilo volgens mij. Oh, dan moet je wel, kan je wel wat vinden, ja. Dat is toch cute? Dus nu kan ik, oh, deze is bijvoorbeeld wel leuk. Deze vind ik niet zo. Welke? Oh, die is cute. Met lange, lijkt als sperziebonen. Toch? Echt ja, cute. Ik vind hem echt leuk. Deze is ook wel heel mooi. Wat is er zo raar, hoor. Kijk deze dan. Ja, wat de hel, hè? Maar kijk, dit is gewoon zonde om het hier te kopen. Want bij plantenhal, mocht je dat niet kennen, zoveel goedkoper. Want hoeveel is die cactus? Die grote? Hoeveel is zo'n grote? 50 euro. Ja, bij de plantenhal echt tientje. Ze hebben hier ook echt super veel zaden. Kijk, heel die muur. Ik zou zo graag een moestuin willen, like, oh my god. Maar hier zit basilicum en bieslook, dat is wel heel nice. Ik weet ook niet of je dit, kan je dit gewoon binnen doen? Dat is echt mijn droom, ooit een moestuin te hebben met al mijn eigen groentes en fruit en zo. Maar voor nu gaan we door met deze. Het is nu trouwens een andere dag. Mama die was hier en ik vertelde haar mijn verhaal van het dressoir, waar ik dus echt super erg van baalde. En dat gewoon helemaal niet mooi stond met de bank. En ik heb het echt even een dagje gelaten. Maar ik was gewoon echt, ik kreeg gewoon een beetje paniek als ik die ruimte zeg maar zag. Het was echt gewoon te druk. En de bank werd gewoon flat. Terwijl ik nou juist super blij ben met de bank. Ik vond het ook heel erg zonde om het dressoir weg te doen. Want hij is zo mooi en het is toch 80 euro... of nou ja, 100 euro met bezorging verspild. Dus ik liet even mama naar kijken. En zij kwam dus echt met een geweldig idee. En dat is het dressoir onder, zeg maar, aan de muurkant te zetten van de trap. En ik ga het jullie zo laten zien. Het is echt zoveel beter. Oh my god. Oh my god. Wat een opluchting. Maar hij staat dus nu precies in deze hoek. Helemaal perfect. Gewoon helemaal perfect. Ik ga dus nu dit decoreren. Ja, ik moet even kijken wat heel mooi is. Het is gewoon raar, want als ik nu zeg maar kijk naar de bank, lijkt het wel gewoon dezelfde kleur. En nu maakt het de bank helemaal niet flat. Dus ik ben hier echt super blij mee. Hier komt natuurlijk onze nieuwe member of the family te staan. Oh my god, het past gewoon perfect in deze hoek. Ja. Echt, ik stresste me rot. Ik stresste me echt rot gisteren. Ik dacht, oh my god. Ik heb het dressoir voor niks gekocht. Dat dacht ik. Maar nee, ik blijf nog. Nee. En hier zit het, denk ik. En dus eventjes over de tv. Ik heb daar dus een andere oplossing voor bedacht. Daar kom ik later bij jullie op terug. Ik heb ook nog deze prachtige hoed die ik bij de kringloop heb gekocht in Zeeland. Die wil ik ook graag erbij. Misschien is het wel leuk hier. Zo. Ja, nee, dit is een beetje, hè, de jungle, en hij zo hield zo. Vind ik heel leuk dit. Ik heb natuurlijk ook mijn fruitmand nog. Look at that, with fruits in it. Deze kan ook wel in het midden worden, dat vind ik ook eigenlijk wel heel leuk. Is dit mooi? Even kijken. Ja! En dan heb ik nog dit kader met de foto van mijn oma. En dit kader is ook van de kringloop. Ik moet sowieso nog een potje natuurlijk vinden voor deze. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Zo. Ja, wat voor kleur zou hierbij staan? Moet ik even over nadenken. En ik heb nu dus deze foto. En het is wel nice, want het is eigenlijk dezelfde kleur als de fruitmand. Ik vind dit echt geweldig. Het is hier trouwens
hartstikke warm. Wel veel natuurlijk aan deze kant nu. Ik vind het ook misschien een beetje gek om die fruitband daar te zetten. Dat is ook een beetje gek. Ik dacht gewoon in het midden. Hup. Ik kan hier altijd nog wat anders zetten. Oké, het is nu zo. Vind ik dit leuk? Weet ik niet helemaal, maar voor nu ben ik er heel erg blij mee. Kijk, even kijken. Ja, heel leuk. I love it. Ik moet er eventjes aan wennen. Maar hier komt de kast gewoon veel meer tot zijn recht. En ook de bank. Dus dat is echt heel erg fijn. Had ik trouwens al verteld wat voor plant dit was? Dit is een Calathea. Calathea. Zebrina. Dus. Oh, ik vind echt, als je ooit zo'n soort hoed vindt, het past echt zo mooi in je interieur. Echt, I love it. Ik weet ook nog niet waar ik mijn yoga mat ga doen. Ik heb trouwens de spiegel dus nu hier gezet. Nee, hop op. Beetje lang, hè, ook. Ja. Leuk, dankjewel. Leuk, hè. We begonnen, hoor. En het gaat dus niet over. Nee, ik begin er gewoon niet meer aan. Hoe vouw je een trui volgens de KonMari-methode van Marie Kondo? Mooi en chill. En oh, er past zoveel op deze manier in. Ik wil deze echt nemen, maar dit is een showmodel.